Ho, ho, ho! Vandaag deel 1 van ons jaarlijks drieluik, namelijk een driegangen kerstmenu. Het voorgerecht, jawel, voor Kerstmis! Jaarlijks maak ik een driegangen menu met Kerstmis. Met name vorig jaar is die ontzettend veel nagemaakt. Overigens heb ik het hele kerstmenu voorgekookt en toen zat natuurlijk midden in die coronatijd en die is door honderden mensen is dat besteld. Dank daarvoor overigens. En ook honderden mensen hebben het zelf nagemaakt. Dus superleuk. Dus dit jaar natuurlijk weer. En ik kreeg ook hier en daar zo de opmerking van ja, het is wel heel erg leuk. Maar sommige mensen vonden het nog net even iets te lastig. Dus ik heb geprobeerd om een iets lager niveau te pakken, als ik dat zo mag benoemen. Maar nog wel leuk voor iedereen, ook voor de gevorderden. Heb ik geprobeerd in dit driegangen menu. Hij is weer fantastisch, al zeg ik het zelf. Ga ik er meteen even bij vertellen in het begin. De momenten van uitzenden, dus drie gerechten achter elkaar. Nu het voorgerecht, volgende week het hoofdgerecht, daarna het dessert. Het dessert komt op kerstavond, wordt die pas uitgezonden. Nou kan ik me voorstellen dat jullie op eerste kerstdag het hele menu willen maken. En dan weet je dus nog niet wat het nagerecht gaat zijn. Dus wat ga ik doen? Ik ga de dinsdag ervoor, ga ik de ingrediëntenlijst vast posten op YouTube. En daarvoor moet je wel geabonneerd zijn. Dan krijg je automatisch namelijk pank, weet je wel, dan krijg je dat zo in je inbox. En om te abonneren, ja, dan moet je toch eventjes die knop indrukken, abonneerknop. Dat kost helemaal niks. En er zit een belletje naast en dan krijg je dus dat bericht vanzelf. Hebben we dat eventjes allemaal gezegd. Nou, wat ga ik maken? Lekker voorgerechtje. Het hoofdgerecht wordt een bonk vlees. Dus, ik dacht het voorgerecht, mooi stukje vis in combinatie met een mooie gamba. En die ga ik maken op de pelletgrill van Camp Chef. Dit is de XT. Dat is een soort van nou ja, instapmodelletje, al doe ik hem daar een klein beetje mee tekort. En ik heb de Sidekick ernaast gezet. Grote, dikke, vette zijbrander. Die ga ik allemaal nodig hebben. Heb je nog niet zo'n mooi apparaat? Dit kan op elke barbecue overigens, hoor, het gerechtje. Kan op een houtskoolbarbecue, gasbarbecue, geen enkel probleem. Maar ik wil net een klein beetje een mooie rooktoets meegeven. Dus ik doe het op deze vandaag. Sliptongetjes, die heb ik besteld bij Je Weet Wel Waar. Waar je straks overigens je hele kerstmenu kan bestellen. Althans de ingrediënten. Ja, sliptongetjes zijn de mooie kleine tongetjes hè, van de Noordzee. Die ga ik eerst even schoonmaken. Ik heb al eens een keer eerder een video gemaakt met sliptong. Die zal ik ook eventjes hier neerzetten. En dat is trouwens ook een heel erg mooi gerechtje. Voor kerst, vind ik. Kijk, die zijn zoals dat heet gevild. Dus de huid is eraf gehaald. Hele mooie kleine platte visjes zijn het, hè. Dan gaan ze eerst even een beetje droog deppen, want ze zwemmen nog zo'n beetje. En nu pak ik er een schaartje bij, want wat ga ik doen? Kijk, je hebt hier... dit stukje zit ontzettend veel graad. Je ziet ze gewoon zitten. En uiteindelijk is dat heel lastig eten. Dus dit knip ik eigenlijk gewoon af. Dan heb je dit stukje. Dus een wat dikker filetje. Dus ik ga hem eventjes met een schaar ga ik hem bijknippen. Dat is het makkelijkste. Dus ik knip gewoon die hele rij graatjes. Knip ik er gewoon af. Zo. Onderkant precies hetzelfde. Kijk, en als ik nou goed knip, hè, dan knip ik precies zo boven die maagzak. Want hier zitten de ingewanden. En die heb ik dan ook meteen verwijderd. Zie je dat? Heb je zoiets over. Zit nog wel een ruggengraatje in. Gaten aan beide kanten. En dit kan weg. Zo, de laatste. Zo, drie prachtig mooie sliptongetjes. Deze hoeven natuurlijk heel kort gegaard te worden, omdat het zo'n ja, hele dunne visjes zijn. Zet ze even aan de kant. Dat doen we natuurlijk op het allerlaatste moment, hè. Straks. Het is allemaal last minute werk. Dit noemen we mise en place. Alle voorbereidingen gaan we eventjes doen.
Zo ook met de garnalen. Ik gebruik vandaag de garnalen, mooi die grote gamba's. Inclusief kop, staart, schil, alles. En ik wil hem eigenlijk pellen en dan proberen de kop er aan te laten zitten. En dat is puur voor de presentatie. Extra smaak. Ik ken veel mensen die zuigen die hele kop leeg. Ik ben daar redelijk allergisch voor. En ik haal de schil eraf, omdat je dan straks... Ja, het is toch wel een fijn klein gerechtje als je dan nog moet gaan lopen klooien, dat ding in de hand nemen en dan gaan lopen pellen. Is ook zoiets. En bovendien, als je een garnaaltje grilt met schil, die schil die isoleert dusdanig veel dat die garnaal echt nog heel lang doorgaart in zijn eigen jasje. Dus de kans dat die dan overcooked uiteindelijk geserveerd wordt is ook groot. Dus dit is eigenlijk de mooiste manier. Je kunt zeggen van, hey, ik doe één filetje en drie gamba's. Of ik doe twee filetjes en één gamba. Of één om één, wat je wil. We hebben natuurlijk een drie gangen menu. Dus je moet een klein beetje rekening houden met portionering. Niet te veel, hè. En die darmkanaal, dat darmkanaal loopt zo over zijn rug. Dus als je hem heel iets insnijdt, dan komt dat darmkanaaltje vrij. En kun je dat er zo uit wippen. Nou, deze had weinig gegeten. En overigens, je mag het ook laten zitten hoor, het darmkanaaltje. Ik weet dat in Spanje, daar vinden ze dat totaal niet erg. Zetten we klaar. Dus wat hebben we? We hebben een mooi sliptongetje. We hebben mooie garnalen. Daar komen ook wat groentjes bij. Mooi venkeltje. Anijsachtige toets, die gaan we grillen. En we gaan een heerlijke saus maken trouwens. Met wat gepofte tomaatjes, knoflook en... whisky. Mooie whisky saus. Ik ga gewoon eventjes een paar dingen voorbereiden. Het snijden. Dit is een venkel. Den die. Ik wil eventjes wat groen bewaren. Dus dat snij ik er even af. Dan kun je namelijk gewoon eten. Dat loof. En dat ziet er straks ook mooi uit in de presentatie, hè. Ik snijd even wat plakken van een paar millimeter dik. Deze gaan zo op de grill, dus daar doe ik alvast wat olijfolie overheen. Even aan beide kanten goed insmeren. En misschien hoor je het al achter mij, dat geblaas de hele tijd. Dat is de pelletgrill, hè. Die heb ik aangestoken en het zal zijn een minuutje of 8, 9, 10 geleden, ik weet niet eens precies. Staat nu op 173. En ik heb hem ingesteld op 190, dus hij is er bijna. Dan doe ik met het groen eventjes wat flinterdunne plakjes snijden op de mandoline. Pas op de vingers. Die zijn dadelijk lekker knapperig. En vooral als je ze eventjes in een bakje met ijswater legt. Krullen ze een klein beetje op. Zo, ik doe ze even in een bakje met wat water. Het is hier ijskoud overigens. Mooi! Zo, die venkeltjes die gaan mooi eventjes op het hete rooster. Het is natuurlijk een indirecte warmte die we krijgen. Hè? Hier heb ik wat mooie sherry tros tomaatjes. Ja, dat is super simpel. Dat is gewoon ook weer indirect op de barbecue leggen. Deze staat dus op 190. Als die 220 is, is dat ook goed. Dan gaat het wat sneller. Als het wat minder heet is, is het ook goed. Want een tomaatje is al gaar. We willen alleen dat die mooi zacht wordt en letterlijk dat het velletje barst. En dat hij zijn smaak iets verandert eigenlijk door dat poffen. Goed, ik heb mijn grillplaat er even afgehaald. Ik zet al mijn mooie grote 12-inch skillet erop. Want ik ga me even bemoeien met de saus. Die o zo belangrijke, heerlijke whisky saus. Whisky room saus is het trouwens. Daar gaan we. We gaan beginnen met een goede klont boter. Terwijl de boter smelt, mijn venkel en mijn tomaatjes mooi zacht aan het worden zijn in het rookgedeelte. Snel even een knoflookje fijn hakken. Ik heb één teen nodig, dat is voldoende. Hele kleine stukjes natuurlijk. Gaat bij mijn boter. En hij staat heel mooi zachtjes, hè? Dus laten we heel mooi zachtjes warm worden. Ik kijk ondertussen eventjes bij mijn venkel. Ja, die voelen al heel mooi zacht. Die hebben een mooi subtiel rooksmaakje nu. Dus die gaan eraf.
tomaatjes. Jullie gaan goed. Heel even de kern uitsnijden. Zie je, want die is toch wat harder. Maar als je dat van tevoren doet, dan heb je natuurlijk allemaal van die losse stukjes. Die wil ik alvast een beetje grof hakken. En dit gaat nu bij mijn boter en knoflook. Mooi zachtjes laten pruttelen. Ik doe er alvast een paar tomaatjes bij. Ja, je ziet hier, kijk, deze is al mooi zacht geworden. Het huidje komt er gewoon af, zie je dat? Ik heb er maar een paar nodig. Zo, eventjes een stuk of vijf. Super zacht zijn ze. En de tomaatjes die kunnen vast in de pan erbij. Kijk, hier zit nou een bak smaak in. Fantastisch. Nu wil ik daar mijn garnalen eventjes kort in bakken. Je kunt ze grillen als je wil, hè. Dat mag. Als jij op een houtskoolbarbecue werkt, is dat misschien best wel mooi. Gril je ze heel kort. Leg ze na eventjes in de pan. En ik gaar ze eigenlijk voor 80%. En let op, dat gaat supersnel, hè, een garnaaltje. Dat is echt een garnaaltje van dit formaat. Nog geen minuut per kant. En dan hebben we 80%. De reden dat ik deze eventjes voor 80% gaar in het pannetje, is ik wil nog meer rijkheid in die saus hebben zometeen. Snap je? Ik doe het eigenlijk puur voor de smaak van de saus. Nou, dit was, weet ik veel, 1,5 minuut. Max. Dit gaat nog even door en dan kunnen we daar ook een tikje geven. Die zijn voor 80% gaar. Dan gaan we hem afblussen met wat mooie whisky. En natuurlijk even flamberen. Dat flamberen zorgt er eigenlijk voor dat de alcohol eigenlijk meteen weg is. Hè? Die verdampt meteen. Nu, mag daar wat slagroom bij. 150 à 200 milliliter. Want we gaan hem ook iets inkoken nog. Hè? Dus we gaan nog iets reduceren. Peper en zout. Zo, dan mag het vuur ietsjes hoger. En dan koken we dit een klein beetje in. Dan pak ik nu mijn tomaatjes eruit. Want ik weet zeker dat die helemaal goed gepoft zijn. Het huidje is mooi gesprongen. Hij is heel mooi zacht. Lekker warm. En die hebben mooi die subtiele houtsmaak van die pelletkorrels opgenomen. Want een tomaatje neemt ontzettend veel aroma's op. Dat komt door al het water eigenlijk wat erin zit. Het is echt tomaat en paddenstoelen. Die nemen heel erg veel omgevingssmaak op, laat ik het zo maar noemen. Dus dit is echt waanzinnig. Ja, we zijn aangekomen aan het garen van onze mooie sliptongetjes. Kijk. Ik doe er een heel klein laagje olie overheen om hem te beschermen. Die kunnen nou op de grill. Mooi, de vis ligt erop. Dat hoeft dus vrij kort, hè. Oh ja, dat wou ik even zeggen. Kijk, ik heb een mooie kidde. Als jullie een kidde hebben, zo'n sifon, dan kun je de volgende stap kun je kopiëren, net als wat ik doe. Heb je dat niet, geen enkel probleem, dan is het, dit is dan nu af. Dit is een heerlijk mooi sausje geworden. Gruwelijk veel smaak van die gegrookte, CQ gegrilde venkel en gepofte tomaatjes met de whisky en de room. Knoflook, peper en zout, weet je nog. En natuurlijk de smaak van de gambas. Ik ga deze saus eventjes in de kidde doen. Mooi straks, mooi schuimig opspuiten. Extra stap, hoeft niet. Wat is dit? Kwart litertje. Zo, een paar gaspatronen. Dat is al makkelijk, die hebben wij genoeg. Dat is voordeel als je een paar kinderen thuis hebt lopen. Een paar pubers. Een paar keer schudden. Die staat ook klaar. Goed, de laatste loodjes. Sliptongetjes, die zijn gaar. En die zullen aan de onderkant een beetje licht gegrild zijn. Het kan zijn dat ze iets vastzitten aan het rooster. Nee, dat gaat wel redelijk. Kijk eens. Hoppa. Die zijn super mooi gegaard. Gaat snel, nog heel even snel, de gambas terug
En eigenlijk alleen maar voor een beetje hitte. Goed, en dan ga ik snel een bordje opmaken. En een steekringetje. We pakken onze venkel met de tomaatjes. Beetje aandrukken. Voilà. Dat is al mooi, hè? Dat is al mooi. Nou hebben we hier onze mooie tongetjes. Die komt daar mooi bovenop. We pakken de gepofte cherry tomaatjes. Als je een schaartje hebt, is dat wel het mooiste. Hier eentje erbij. Nou pakken we onze schuim. Heb je geen schuim gemaakt, dan is het een idee om nu zo lekker die saus eroverheen te drizzelen natuurlijk. Hè? En dan gaat de schuim. Voorzichtig, kok. En dan, niet te vergeten, snel ons garnaaltje. Zo. Onze knapperige venkel. Kijk die rauwe venkel. Hoe mooi die opgekruld is in die ijswater. Gewoon eventjes ertussen zetten. In de hoogte werken als het ware. Zo. En dan haal er nog wat venkelgroen bewaard, weet je nog. Ertussen. Hoppakee. Ik laat je even zien hoe je heel makkelijk een tongetje kunt fileren. Je gaat eigenlijk met een... Ik gebruik een paletmesje, want dat kun je gewoon met een boterhammes doen. Zelfs met de achterkant. Kijk, ga je in het midden en dan druk je hem gewoon van je af. Nu heb je een mooi supergraadloos filetje. In deze kan precies hetzelfde. Je drukt hem gewoon van de graad af. Dus als je wil, doe je dat van tevoren, hè. En zo makkelijk is dat te fileren. En je zou dat graadje nog mee kunnen nemen in je presentatie. Dat is natuurlijk wel reason sexy, hè. Is natuurlijk wel gaaf. Kijk, dat ziet er natuurlijk wel kicken uit, hè. En nou, hier is hij dan, hè. Mijn licht gerookte, supermooi gegaarde sliptongetje. Een gebakken garnaaltje in een whisky roomsaus van licht gerookte gegrilde venkel en gepofte tomaatjes. Maken deze. Deel 1. Volgende week deel 2, hè, van ons kerstmenu. Het hoofdgerecht. Tot dan. Ik ben wel even super nieuwsgierig. Als je zo'n kidde hebt. Oh man. Maar het is zo luchtig, die saus. Die is waanzinnig. Zacht visje. Man. Kikken. Leuk dat je de hele video hebt afgekeken. Wil je nou meer van deze video's zien? Overweeg dan om mijn merchandise te kopen, want daarmee ondersteun je dit kanaal, zodat ik deze video's kan blijven maken. Ik heb gave t-shirts, snijplanken, leren schorten. Check maar eens. Helemaal geweldig. Ja, filmpjes zoals bijvoorbeeld deze van vorige week. Deze. En abonneren kan, hè. Daarvoor moet je op mijn gezicht drukken. Daar komt-ie.